Goedenavond. We gaan ervan uit dat alles beter kan. Proberen is de boodschap vaak met de moed der wanhoop, want het is moeilijk en onze pogingen mislukken zo dikwijls dat we niet kunnen beloven dat we na elke mislukking publiekelijk onze excuses zullen aanbieden. Daarom doen we het vooraf. Guy? Mijn oprechte excuses. Mijn oprechte excuses. Mijn oprechte excuses. Mijn oprechte excuses. De verslaggever van de Rwanda-commissie, Guy Verhofstadt, heeft een geheel nieuwe techniek geïntroduceerd. De Rwanda-commissie heeft veel tijd gekregen om te werken en toch was er, een paar uur voor het verstrijken van de deadline, nog altijd geen eensgezindheid over het verslag. Ze waren, eenvoudig uitgedrukt, nog altijd niet klaar. Op dat verwijt antwoordt Verhofstadt het volgende. Dat een Braziliaans spreekwoord is dat ze zegt dat het donkerste uur van de nacht is het uur voor het opkomen van de zon. Prachtig. Antwoorden met een onbekend spreekwoord. Waarom is dit geniaal? Ten eerste, een spreekwoord heeft per definitie gelijk. Het zou anders geen spreekwoord zijn. En ten tweede, aangezien het spreekwoord onbekend is, moet de interviewer er zo hard over nadenken dat hij zijn volgende kritische vraag kwijt is. Laten we dat even proberen te illustreren. Dames en heren, Rob van Oudenhoven presenteert voor u de allereerste onbekende spreekwoordenshow. Goedenavond, dames en heren. Welkom in het donkerste uur van de nacht. Vandaag praten we over een aantal netelige politieke kwesties. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Guy, de weduwe van de vermoorde paras in Rwanda eist uw ontslag. Vindt u dat terecht? Kijk, er is een Oegandees spreekwoord dat zegt: als olifanten gaan denken dat ze duiven zijn, hou dan de dakgoot in de gaten. Dat kan, maar toch even naar jou, Mark. De enige Belgische koe is tot beendermeel vermalen. Daar bent u als minister toch verantwoordelijk voor? Ja, maar er is een Indisch spreekwoord dat zegt: uw koe is gek of het scheelt niet veel, draai ze dan in beendermeel. Dat is mogelijk, maar er is ook een Engels spreekwoord dat zegt: als uw steek begint te loeien, sla de koe dan in de boeien. Jij hebt vertrouwelijke informatie uit de commissie Dutroux in de pers laten lekken. Ja, maar er is een Georgisch spreekwoord dat zegt: wie de zaak wil opentrekken, moet er eerst eens flink aan lekken. Ja, maar u wordt vrij stil, maar samen met uw echtgenote heeft u voor honderden miljoenen verduisterd. Kijk, er is een Westminster spreekwoord en dat zegt: pleeg je criminele feiten, veeg ze onder ons tapijten. U heeft wel een mooie villa in Zuid-Frankrijk. Ja, ja, maar er is een Limburgs spreekwoord dat zegt: als uw villa te veel kost, bel de mannen van de post. Ja, maar er is ook een Zuid-Frans spreekwoord en dat zegt: is het werkvolk veel te duur, vraag dan hulp van de facteur. Ja, ja, maar er is nog een Limburgs spreekwoord en dat zegt: heeft de facteur pannen in zijn zak, begint hij aan Delcroix zijn dak. Ja. U bent wel Vlaams minister-president. Maar de helft van de Vlamingen kent u niet en de andere helft begrijpt niet wat u zegt. Inderdaad, maar er is een bekend, onbekend spreekwoord dat zegt: impulsen, werkgelegenheid, welke initiatieven moeten wij nemen, wat is het omgevingsklimaat, er is de federale overheid, er is de Vlaamse regering. En dat is goed dat er een Vlaamse regering is en de federale overheid. En wij willen daar ook helemaal niet in tussenkomen. Dat is hoegenaamd niet onze bedoeling. Wat is het verschil uiteindelijk? Je hebt aan de ene kant bekendheid, je hebt onbekendheid. Doet het er in feite toe? Zitten we in een peloton? Zitten we in een kopgroep? Geven we impulsen aan de werkgelegenheid? Bouwen we die af? En dat zijn de zaken waar ik dus mee bezig ben. En ik denk dat dat duidelijk is. Is zeer duidelijk. Heren, de tijd is om. Ik moet het hierbij laten, want zoals een oud-Japans spreekwoord zegt: wij doen toe die boeken. We hebben genoeg zitten kletskoeken. Tot volgende week. Als het journaal veel te lang is, wordt wel eens een bericht weggelaten. Als het journaal een beetje te lang is, zijn er verschillende mogelijkheden. Om te beginnen kan je een stuk van een woord weglaten. Een voorbeeld. Wereldkampioen motocrossen Joël Smets wordt Joël Sm. En als dat zo is, dan is dat voor het Belgisch motocrossen dat met Stefan Evers en Joël Sm, twee wereldkampioenen telt, een heel zware klap. Geen probleem. Iedereen weet toch dat Smets bedoeld wordt, dus waarom het nog volledig uitspreken? Op dezelfde manier kan je ook een volledig woord laten vallen. Een voorbeeld. Een tennisser krijgt op een bepaald moment hartkloppingen. Als je zegt hij krijgt op een bepaald, dan weet iedereen dat alleen het woord moment hier op zijn plaats is. En als iedereen het weet, waarom het dan nog uitspreken? De 21-jarige Norman kreeg tijdens de match op een bepaald hartkloppingen.
Echt revolutionair is ons laatste voorbeeld. Als je de veel te lange naam van een bepaalde organisatie, zoals de internationale campagne voor het verbod op landmijnen en haar coördinatrice, de Amerikaanse Jody Williams, al eens helemaal hebt uitgesproken, dan zeg je de tweede keer gewoon enzovoort. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 97 is de internationale campagne voor het verbod op landmijnen en haar coördinatrice, de Amerikaanse Jody Williams. In de internationale campagne enzovoort werken meer dan 1000 niet-governementele organisaties. Het is het proberen waard. Guy, begin maar. De directie van de Vilvoortse commerciële, VTM enzovoort, heeft BRT enzoverder, Bert de Grr, laten dat het miljard dat ze voor Jacques Vroom hadden maar om te lachen was. De openbare om, het zomaar eens even te noemen, kan de populaire terugkrijgen met Hans O. erboven. O. De B houdt het antwoord in. B. In de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain stopte de gewezen keeper van Escali, Stanley Menzoverder, in blessuret een penal door de bal tussen zijn liezen op te. Hierna trapte hij wel een verkeerde terug in het veld die door een ploegmaat via een afstand in de winkel werd geschot. Tegenover de leden van de commis kijken wat hier weer staat. Dutroux heeft procu weet wel Antilly gedreigd dat als een van hen nog één lekt, zij er eigen ha een knoop in komt. Bondscoach Jorge Lekes heeft vanmiddag de opstelling van de Rode Duivels bekendgemaakt. In het doel Philip de Wilde. Enzovoort. Op verzoek van Johan Mu heeft de Belgische wielerbo mege dat de wielerklas Luik-Bastenaak enzovoort volgend jaar tussen Gent-Wevelgem zo verder zal worden. Aangezien dat parcours minder heuvela is voor onze profwieler enzoverder. En dan nu het weer door Frank de Bo. Volgens het weerkundig in Ukkel zal in de loop van de een zachte zuidwesten opsteken, waardoor een van de kan worden tegemoet. Een hoge drukgebied, iedereen weet wel wat ik bedoel, zich uit tussen Scan, de Atlantie en de Azo. De wind wakkert aan tot 8, boven formidabel kortom, maar controleer voor u buiten toch maar eens uw bougie is het niet, Mark. Dat was het niet, bedankt voor het kei. Het modeverschijnsel van het moment is carjacking. Je kon de afgelopen week je tv-toestel niet aanzetten of je zag het wel ergens gebeuren. Alleen kon je wel altijd goed zien dat het niet echt was, maar een inderhaast ineengebokste reconstructie. Voor het inhuren van acteurs is geen tijd en dus wordt de klankman al gauw verplicht het slachtoffer uit te beelden en de werkloze broer van de cameraman krijgt 500 frank in zwart om even autodief te spelen. In het volgende fragment is zogezegd een kleine botsing veroorzaakt om het slachtoffer uit zijn auto te lokken. En als u goed kijkt, ziet u hoe het slachtoffer achterom kijkt om zeker te zijn dat de dief op komst is. De botsing is er natuurlijk nooit geweest. De tweede auto staat gewoon heel dicht tegen de eerste. Nog een voorbeeld. Hier sleurt de dief het slachtoffer uit zijn wagen en de dief heeft het moeilijk om zijn lach in te houden. Tot slot moet het zogenaamde slachtoffer nog even hardlopen achter een wagen die eigenlijk niet van hem is. Kan dat beter? Mogelijk wel. Maar kan dat beter in zo korte tijd? En hoe gaat het eraan toe bij zo'n opname? We beginnen. Dus welke auto wordt gecarjacked? Dat is die beslissing moeten we wel nemen. Hier. Wie rijdt daarmee? Oh. Ah, ja, wie had dus zo? Ja, bon, dat is misschien niet proper, maar. Okay. Hoe reageren? Dat zullen we wel zien. Hij wordt eruit geslingerd, hè? Geslingerd. Dat is een mesmeteur. Doe maar. Ja? Ja, lichtjes botsen, hè. Ja. En wij gaan naar daar dan, hè. Draai die motor. Nee. Hij moet kunnen vluchten, hè. Goed, hè. Heeft u gesleept? Godver... Ja. Wat is er aan het doen? Hij hup! Goed, Karel, goed. Nee. Allee, ja. Nog stampen tegen die auto. Ja! Oké. Wat is er nu? Wat is er fout gelopen? Ik rijd er tegen dus, hè? Ah ja? Mag je er nog een meter af nu? Hoe belachelijk is dat? Dan moet hij hier staan. Oh ja, kijk, hier stopt in elk geval, want iemand rijdt in zijn kat. Dus die stopt. Ja, moment mag je ervoor. Vlieg even naar voren, Guido. Dat tegenstander, kijk daar al aan. Ik zal het nog één keer doen, toch? Oké. Doe maar! Hebben we het? Volg, hè? Hier. En botsing, hè? Ja, is goed gedaan.
Ik denk dat het doen is. Dat die botsing was wel laag. Ja, hè, dus. Ja, maar ja. Ik had al geschud voor we gebotst hadden. Ja? Ah, ja. Misschien dat de dieren nog iets langer had moeten achterlopen. Ja! Door de botsen. Een publieksvraag. Een mevrouw Germaine Mailleux uit Merksem. Ja. U heeft een vraag voor ons, mevrouw. Goedenavond. Goedenavond. Volgende week is het weer al kerstavond. Juist. En deze jaar ben ik van plan voor een gevulde kalkoen klaar te maken. En daarom zou ik aan Pinna willen vragen met wat ik het beste die kalkoen zou kunnen vullen. En of dat ze mij nog andere tips kunnen geven voor een geslaagde kerstavond. Ja. Hoe groot is die kalkoen, mevrouw? Voor 4 personen. Voor 4 personen. Dat kan niet veel in, hè? Dan moeten 4 personen in die kalkoen. Dat wordt een geslaagde avond. De vraag is duidelijk, hè? Wat moet erin? Moeilijk. De vraag is aan alle. Ja, zeer juist, mevrouw. Ik wil wat het dessert gewoon al. Ja, omdat we dan heb je de voorgerecht, wel. Dessert, alles. Ja, de soep. Ja. Dus als de kalkoen open gaat, staat eerst de soep klaar erin. Ja. Soep op, bord weg. Ja. Dan de kalkoen zelf. Ja. En in het karkas doemt dan het... Had u al aan een dessertje gedacht? Nee, nog niet. Nee, welk dessertje kunnen we mevrouw aanraden na de kalkoen? Maagtabletten. Ja. Rennies. Ja. En het geheel zet u in de vaatwasmachine. Ja. Wat ook heel leuk is, is naast de borden, dus als u de feesttafel versiert, dus naast de borden eigenlijk de inhoud leggen die u in de kalkoen wou steken en in de kalkoen het bestek. Dat is heel plezant. Verrassingsvuiven, dat is heel plezierig. Ja. Maakt u hem zelf schoon, de kalkoen? Nee, dank u. Nee. Daar heeft u iemand voor. Ja. Ja. Uw echtgenoot? Ja. Of is hij de... Nee. Excuseert u mij alweer, hopelijk. Bedankt voor uw vraag. Ja, dank u. Opsporingsprogramma's werken met steeds verfijnde systemen om de kijker bij het opsporen van misdadigers te betrekken. Splinternieuw en bijzonder vernuftig is de volgende methode. Men toont een foto van de gezochte, de kijker zegt, hey, die ken ik, de kijker belt en klaar is Kees. Het systeem lijkt eenvoudig, maar het werkt. Als we beelden hebben, goede foto's of goede video, dan is de kans om ze terug te vinden veel groter natuurlijk. Zodra iemand, een kijker, zegt, hey, die ken ik, volstaat dat te bellen en... Dat werkt. Dat werkt. Misschien nog even uitleggen. Dus, de kijker zegt... Hé, hey, die ken ik niet. Dan werkt het niet. En dan ook niet bellen, want dan werkt het niet. Dus, wacht, hè. Dus nee, er komt ook... Wacht, ook voor... Nee, als de foto nog niet in beeld is geweest, ook niet bellen, want dan werkt het ook niet. Maar, stel, want dan werkt het wel. Stel dat er dus een foto, ik geef een voorbeeld. Een foto in beeld komt, voilà, en de kijker zegt, hé, hey, die ken ik. Dat is misschien een slecht voorbeeld, dus, want iedereen kent die en bovendien die ziet dat wel. Dus een slecht voorbeeld. Dus als de kijker zegt... Dus, kort samengevat, want ik weet dat het werkt. Dus... Piet, zeg het nog eens. Zodra iemand, een kijker, zegt, hé, hey, die ken ik, volstaat dat te bellen en dat werkt. Ik wist het. U kent het waarschuwingszinnetje, de beelden zijn pas binnengelopen, we ontdekken ze samen met u. Het betekent, u gaat af en toe wat horen, er zullen stiltes vallen en veel informatie hebben we nog niet.
Toegegeven, het is aards moeilijk. En het enige wat je kan doen is trainen. Ik heb een hele reeks beelden bij elkaar gezocht die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Wat is er nu aan de hand? Goed nieuws, de paus komt toch naar Tremelo, morgen vroeg al. En in Tremelo zijn ze hals over kop met de voorbereidingen begonnen. De beelden zijn net binnen. Karel Huibrechts zit in de studio en geeft commentaar. Ja, dames en heren, zoals u net vernomen hebt, komt de paus toch naar Tremelo. In Tremelo zijn ze dus begonnen met voorbereidingen. En er zijn al enkele beelden binnen. Ik ontdek ze samen met u. Hier ziet u iemand van het organiserend comité die de stoelen telt, want met die Polen weet je nooit. Frank de Bozere heeft mooi weer voorspeld, dat is dus een goede zaak. Hier ziet u het perscentrum dat voor de helft wordt ingenomen door VTM. Hier ziet u de rechters van Van Eyck met een plasje, een dopingcontrole van de paus, want die kan natuurlijk niet voor zoveel mensen optreden. Er zijn mensen gekomen van overal, uit Borgerhout, uit Anderlecht. U ziet het net, daar ziet u ook de moeder van de paus, die wordt uitgelegd dat hij nog maar eens een mis gaat doen. En hier ziet u dan de zaal, de gym, waar de paus zijn opwarmingsoefeningen zal doen. Dat is wel, ja. En dit is het bassin in Tremelo dat men dus vol wijwater heeft laten stromen, want men verwacht dus heel veel mensen die een beetje water van de paus. Het is een ecumenische dienst. Hier ziet u Tuur van Wallendaal, die toch nog even wil komen pleiten voor de vrije nieuwsgaring. En hij heeft veel succes. Helmoet Lotti trouwens ook, die daar handtekeningen staat uit te delen. Dit is de vader van Helmoet Lotti en zijn manager. En hier ziet u iemand, dat is Ivan Lindel waarschijnlijk, die is komen golven. Wat ze met deze tent gaan doen, dat weet ik niet. Maar de paus komt dus morgen naar Tremelo. Bedankt, Karel Huibrechts. Tegenwoordig worden voor alles en nog wat specialisten en co-commentatoren ingeschakeld. Die mensen weten meer dan de journalist, maar vaak spreken ze minder goed. Tijdens de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld sprak Dirk de Wolf geen Nederlands. Hij sprak Dirk de Wolfs en dat deed hij uitstekend. Zo noemde hij de eindrush van Jan Ulrich in de proloog impotent. Mark van Lombeek is een beminnelijk man. Hij verbeterde zonder dat het opviel. Daar was Ulrich toch sterk. Die finish van hem was impotent. Michele Bartoli en imponerend was de finish van Jan Ulrich. Guy Mortier is een zeer gewaardeerd co-commentator. En als het over de Britse koninklijke familie gaat, kent hij zijn gelijken niet. Guy, welkom in deze rechtstreekse uitzending. Blij dat ik hier mag zijn. Daar zijn ze met de kist. Die ligt op een affuit. Een affuit is een kar, maar dat klinkt iets te oneerbiedig, zeker als het gaat om een prinses. Kijk, dit is de bruidstaart die ze nog meegesleept hebben. Is ook nooit gebruikt geweest, zoals wel meer. En hier valt op de afwezigheid van een bushokje? Ja. Hoewel, het rechts beneden lijkt er wel een beetje op. Dit is iemand die zou willen komen zingen en denkt dat hij dan weer een hitsingle kan krijgen, maar dat zal tegenvallen. En hier die opvallende choreografie? Ja, dat is de zogenaamde klompkensdans. En het is de bedoeling dat die mannen in het rood, kijk, het zijn eigenlijk allemaal flikkers, maar hier komt de opperflikker en dus wordt er even gestopt. Dit gaat moeizaam. De kist is bijzonder zwaar. Ja, daar ligt minstens één lijk in. Hier nog even een handtekening aan de kardinaal. Ja, en nu zijn ze bijna klaar, daar aan het eind. Ja. Beetje moeite, die gast. Misschien komt er al wat lijkvocht vrij. Een zachte klots is hoorbaar in de wind. En daar zijn we in de kathedraal. Dat is een kathedraal. Gotisch. De kathedraal is een bijzondere grote kerk met veel volk in. Waar... Het is een succes, mogen we nu al zeggen. Eigenlijk wel. En iemand heeft de jukebox aangestoken. Is het playback? Het is een toepet, volgens mij. Een van de goede dingen van ontbijttelevisie is de verkeersinformatie. Uiteraard gaat het steeds over de ochtendspits. Het is niet zo eenvoudig om de ochtendspits grafisch voor te stellen. Maar om en rond Gent lukt het elke dag aardig. Ik zei het al, verkeersinfo op televisie is een goede zaak. Op dit moment bijvoorbeeld is het filerijden richting kust. Het is vrijdagavond, wat wilt u? De bestuurders wordt aangeraden bruggen zoveel mogelijk te mijden. Ik laat u even zien hoe dat precies zit. Kijk, daar hebben we West-Vlaanderen en een stukje van Oost-Vlaanderen.
De mensen die van het binnenland komen en via Brugge naar de kust naar Oostende rijden en die langs het noorden van Brugge, daar ligt Brugge dus ongeveer, dus u komt uit het noorden, u wordt omgeleid om Brugge heen, zoals u ziet, en zo komt u aan de kust. Wie naar Brugge zelf wil, kan langs die weg, langs het noorden Brussel binnenkomen en als u langs de zuidkant rijdt, dan wordt u zo omgeleid naar de kust. Nieuwslezers moeten vaak plots en dus totaal onvoorbereid een studiogast interviewen. Als die studiogast ook nog een boek van 400-500 bladzijden heeft geschreven, wordt het behelpen. Uiteraard heb je niet de tijd gehad dat boek te lezen, maar dat mag je niet toegeven. De kijker mag het niet merken. Luister goed naar de antwoorden en stel bij voorkeur eenvoudige vragen. Dat is de boodschap. Omdat ik van mening ben dat de oorsprong van AIDS, de voorlopers van de AIDS-virussen, niet in het Afrikaanse regenwoud gezocht moeten worden, maar eerder in Japan. En dus u denkt dat de oorsprong in Japan te zoeken is? Dat denk ik inderdaad. Leg dat eens uit. Op dit soort situaties moet je trainen. Rob, jij mocht een boek meebrengen waar je alles van weet. En liefst een dat niemand van ons drieën heeft gelezen. Nee. Deel maar uit. Tini leert zeilen. Alsjeblieft. Wij weten dus van niks, maar dat mag niemand merken thuis. Ik zal... De meisjes wonen in houten huisjes. In het boek is dat autobiografisch? Het is niet autobiografisch, laat ik het zo stellen. Dat, maar je schrijft wel dat het leuk is. Het is leuk. Het is leuk, maar... Maar hoe kan u dat dan weten als u... Nee, maar ik probeer mij gewoon als schrijver, dus in mijn personage in te leven. Maar in verband daarmee, ik zie dat op de achterflap ook allemaal titels staan met de naam Tini in. Zit daar een bepaalde filosofie achter? Ik ben altijd vertrokken van het idee... ik zei tegen mezelf, Rob, waarom start je niet... telkens de titel met het woord Tini. Ja, Tony bestaat al, hè? Tony bestond al. En dit heb ik dan ook gedaan enkel om de herkenbaarheid naar de lezer. Ik zou toch nog even willen terugkomen op uw laatste paragraaf in het boek, bladzijde 21. Zegt u, het is nu geen tijd voor grapjes, jongens. Als jullie niet doorwerken, komen we nooit klaar. Voor welke leeftijdsgroep is het precies? Het is gericht. Naar al wie het lezen wil. Ik bedoel, ja, Tini, het is inderdaad een jong meisje en dat ligt nu goed in de markt. Ja, het een brengt het ander mee. Mag ik u danken voor uw bezoek aan onze nieuwsstudio? Dat is graag. British Airways wil zijn passagiers doen lachen. Het stond in het nieuwsblad. Gefronste voorhoofden wanneer de passagiers op een vlucht van München naar Berlijn van de gezagvoerder te horen krijgen: we zijn geland, welkom in New York. Het betreft geen vergissing van de piloot, maar een bewuste grapje. De vliegtuigmaatschappij probeert klanten te lokken met humor. En nog een paar voorbeelden. Plots wordt een mededeling gedaan dat het verboden is in groep te roken op het toilet. Of er wordt gevraagd goed op te letten bij de uitleg over de veiligheidsvoorschriften, want die zullen we straks nog nodig hebben. Het is een geweldig goed idee en bij de kersverse hoge snelheidstrein, de Thalys, wordt er al mee geëxperimenteerd. Als de treinreizigers positief reageren, wordt het systeem ingevoerd zonder meerkost. Dames en heren, wij gaan zo dadelijk vertrekken. Nog één klein probleempje. Heeft iemand de sleutels van de chauffeur gezien? Welkom op de Thalys, de trein die volledig van metaal is. Op dit moment rijden wij tegen een snelheid van 300 km per uur. Oeps, geflitst. Dag meneer, een beetje kerst alsjeblieft. Dat is niet meer geldig, meneer. Dat was een grapje, hè, meneer. Grapje, hè? Waar zijn we hier al? Wij bevinden ons ter hoogte van Lembeek. We zijn wel in Lembeek. We zijn wel halen door, niet toch? Dat was maar om te lachen. Dames en heren, mesdames en croque monsieur, maar ik geef u aandacht. Links passeren we een ochtendspits. Grapje. Ja.
Als een televisieprogramma afgelopen is, wordt iedereen uitvoerig bedankt. De kijker, de studiogasten, de paneleden of de kandidaten, het kan niet op. Heel mooi wordt het als de studiogast ook nog eens de presentator begint te bedanken omdat hij mocht komen. Samen kunnen we er iets moois van maken. Oké, meneer Jacobs, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio. En reuze bedankt dat u me gevraagd heeft. Ja, veel plezier. Smakelijk allemaal en bedankt voor 65 dagen. Prachtig werk, waar of niet? En bedankt ook, hè. Bedankt ook iedereen voor het kijken natuurlijk. Heel hartelijk bedankt. Ook dank natuurlijk aan al de mensen die ons brieven hebben geschreven. Bart, ook jou natuurlijk hartelijk bedankt. Je was een fijne gast. Dank je wel. Het was plezant om langs te komen. Dat was Alles kan beter voor deze week. Dank voor uw aandacht. Dank ook aan de paneleden voor hun gewaardeerde medewerking. Bedankt Guy, bedankt Rob, bedankt Karel. Nee, echt waar, ik meen dat. Dus, en mijn excuses als ik iets verkeerd zou hebben gezegd of gedaan. Nee. Echt waar, bedankt voor als jullie niet gekomen waren. Dank voor uw hartelijk dank. Nee, jij. Ik ben er al weg nu. Ik ben er al weg. Thank you.